Vlaamse verkiezingen van 25 mei zorgen traditioneel voor een heuse stoelendans. Naast de vertrouwde gezichten zijn er in het Vlaams parlement ook heel wat nieuwkomers. Ze zijn vaak nog een beetje onwennig, maar allemaal staan ze te trappelen om aan het werk te gaan. In de serie Nieuwe Leeuwen leidt Actua TV hem voor het eerst binnen in de koepelzaal van het Vlaams parlement. Ik ben Anke van der Meer, ik ben gemeenteraadslid in Antwerpen en ik ben sinds 2003 verkozen als senator. Maar vermits ik ijver voor de afschaffing van de Senaat en de Senaat gelukkig al hervormd is, moet men nu deelstaatssenator worden via het Vlaams parlement. Ik ben dan ook verkozen in het Vlaams parlement voor de eerste keer deze legislatuur en ga als deelstaatssenator deel uitmaken van de Senaat om als eerste ding wat ik zal doen als nieuwe senator te proberen die Senaat echt wel definitief af te schaffen. Waarom hebt u deelgenomen aan de verkiezingen op 25 mei? Ik was vroeger verkozen, sinds 2003 zelfs, als senator. Toen kwam ik op in volledig de Vlaamse gemeenschap, in heel Vlaanderen. Maar dat kan niet meer, de Senaat is hervormd. En om senator te worden moet je je kandidaat stellen in je provincie, zijnde voor mij Antwerpen, om daar verkozen te worden tot Vlaams parlementslid. En van daaruit kan je deelstaatssenator worden. En dat is ook de planning, ik zou senator worden, omdat ik wel degelijk als opdracht heb om de Senaat definitief af te schaffen. En ik ga daarop toezien dat dat ook gebeurt. Het Vlaams parlement op zich is een zeer interessant parlement. Het is ook het toekomstige parlement, het enige rechtsgeldige volgens mij voor de Vlaamse onafhankelijke staat waar ik naar streef. Maar ondertussen bestaat nog altijd de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat van een België dat ook nog altijd bestaat. En dus wij spelen mee volgens de democratische regels. En dus die voorzien dat daar verkozenen moeten zijn. Wij doen mee aan de democratie, laten ons daarin verkiezen. En van daaruit werken wij op democratische wijze voor een basis te leggen om de Belgische staat op te heffen, een Vlaamse onafhankelijke staat op te richten en dan natuurlijk ook die Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers af te schaffen en als enige parlement het Vlaamse parlement over te houden. Ik geloof erin dat die Senaat overbodig is. Ik was mee degene die in de Senaat meegewerkt heeft aan het nu inkrimpen van de rol van de Senaat tot een communautair overlegorgaan. Maar wij hebben ook op voorhand gewaarschuwd dat dat eigenlijk overbodig was. Het is nog altijd een hele dure instelling die een communautair overlegorgaan moet zijn waar er sowieso een dovemansgesprek gaat gevoerd worden, als het al gevoerd wordt. Want ik zie die Senaat nog niet zo heel veel bijbrengen aan dat communautair overleg, eerlijk gezegd. Vroeger waren daar ook procedures voor. Die hebben nooit gewerkt in de oude Senaat. Dus waarom zou men nu wel werking vinden om inderdaad die communautaire bemiddelingsrol tussen de twee verschillende volkeren wel te kunnen doen? Ik geloof daar niet in. En dus ik denk dat die Senaat beter afgeschaft zou worden. En dus dit is een tussenstap, die hervormde Senaat, naar een hopelijke afschaffing als minister. Eindelijk inziet dat dat een overbodige instelling is die enorm veel geld kost. Laten we even terugkeren naar de avond van de verkiezingen. Hoe is die verlopen voor u en wanneer hebt u te horen gekregen dat u verkozen was? Ja, zo'n campagne is een zeer slopend proces voor fysiek, voor overal aanwezig te zijn, u te laten zien, te presenteren, uitleg te doen, debatten te doen. En die verkiezingsavond is eigenlijk de avond dat de teerlingen geworpen zijn. En dan wacht je op de uitslag. Dat is spannend natuurlijk. Wat gaat de uitslag zijn? Maar ik moet zeggen dat ik wel voorspeld had in mijn entourage wat de uitslag ongeveer ging zijn. We waren erop voorbereid. We hebben hetzelfde scenario meegemaakt in Antwerpen, waar ik van afkomstig ben. Dat hoorde u aan mijn accent trouwens. Ik ben daar heel fier op dat accent. Maar in Antwerpen hebben wij gezien wat er gebeurt als er twee titanen tegen elkaar vechten. In Antwerpen was dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezing Patrick Janssens tegen Bart De Wevers. Wel, dan komen wij daar als andere partijen moeilijk tussen. Wij hebben toen nog veel uit de branding gesleept eigenlijk. We zijn met vijf verkozen in de gemeenteraad, terwijl VLD maar twee personen niet meer overhield enzovoort. We wisten wat er te gebeuren staat. Datzelfde heeft zich afgespeeld nu in de vorige verkiezingen, waarbij de Chris Peters eigenlijk in de rol van Patrick Janssens getreden is tegen Bart De Wever. En dan is het moeilijk voor de andere partij om daartussen te geraken. Ik had eerlijk gezegd nog een slechtere uitslag verwacht voor het Vlaams Belang. Had dat ook voorspeld, omdat ik nu eenmaal die situatie ken in Antwerpen en wist wat er ging gebeuren. En dus vind ik dat we het nog redelijk goed gedaan hebben. Wat natuurlijk niet goed is in het algemeen, maar naar mijn verwachtingen. En anderzijds zijn die verkiezingen ook
een revelatie geweest, omdat Stad Antwerpen, als je daar de uitslag van bekijkt, dan zie je dat Bart De Wever en zijn N-VA reeds in Stad Antwerpen achteruit gegaan zijn. En dat stemt dan toch hoopvol naar de toekomst toe, dat al een heel aantal Antwerpenaren die effectief onder het bewind van Bart De Wever en N-VA leven, weten wat er gebeurt en dat dan ook beseffen. En dat is wat we ook duidelijk gaan maken in deze 5 jaar, deze legislatuur, hier in het Vlaams parlement, maar ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dat de kiezer wel degelijk gelijk had om eens te proberen op N-VA te stemmen, maar wij gaan duidelijk maken dat dat niet de oplossing is. Die verandering die men beloofd heeft, zal er niet komen. Dat wisten wij vooraf. Ik begrijp dat men erin geloofd heeft, maar wij gaan duidelijk met feiten en de realiteit aantonen dat het wel iets helemaal anders is in het echte leven. Lag het resultaat in de lijn van uw persoonlijke verwachtingen? Ja, ik heb eigenlijk qua voorkeurstemmen redelijk goed gedaan, vind ik eerlijk gezegd zelf. Binnen onze partij, u weet dat, wordt er altijd gesproken over verjonging en vernieuwing, waar ik achter sta. Maar dat is niet het zaligmakende oplossing. En u ziet heel goed, als u ziet wat de persoonlijke uitslagen zijn van de jongeren in onze partij, die duidelijk een kans gekregen hebben. Want bijvoorbeeld hier in het Vlaams parlement hebben wij toch een heel aantal nieuwelingen ook die verkozen zijn, zoals Tom van Grieken, een jonge man die nu zijn kans krijgt, Barbara Bonten, een jonge vrouw die juist moeder geworden is en ook hier haar kans krijgt. Dus die verjonging is wel degelijk in de partij, maar men mag daar niet alles op inzetten. Want als je ziet dus naar die voorkeurstemmen, dan zie je dat oude rotten in het vak, zoals bijvoorbeeld Philippe de Winter, heel veel stemmen behaalt. Ikzelf als lijsttrekker in het Vlaams parlement voor de provincie Antwerpen ook een heel aantal voorkeurstemmen behaal. En dat de andere zetels van de jongeren verkozen worden door middel van de lijststemmen en de trekkersrol van de lijsttrekkers. Dus er is zeker een toekomst, maar men mag daar niet alle heil van verwachten. En dus eerlijk gezegd ben ik wel heel fier op het aantal stemmen dat een oude rot in het vak, zoals Philippe de Winter, gehaald heeft. Of ikzelf, en ik wil mij natuurlijk absoluut geen oude rot noemen. Wat denkt u dat u te wachten staat als Vlaams volksvertegenwoordiger? Ik ben ook een tijd advocaat geweest. Ik ben dan gespecialiseerd in fiscaal recht. En ik weet dat wij hier heel veel te zeggen hebben, bevoegdheden hebben en dat er eigenlijk de nodige fiscaliteit die er moet zijn, een volledige Vlaamse fiscaliteit als het aan mij ligt, de inkomsten om ook de uitgaven te beheren en een beleid te voeren op maat van de Vlaming hier compleet ontbreekt volgens mij. Anderzijds, als ik dan zie wie er allemaal verkozen is en hoeveel nieuwelingen, want we zijn bijna met de helft nieuwe mensen, nieuw in de politiek zelfs, hier in dit Vlaams parlement, die het verschil tussen een gewest en een gemeenschap niet kennen, dan is het exuberant, denk ik toch wel, dat men op die manier aan politiek gaat moeten doen als men niet eens weet welk soort instelling het Vlaams parlement is en welke bevoegdheden het heeft. Ik denk dat er hier heel veel mensen nog heel veel moeten leren. Waar kijkt u het meest naar uit en waar ziet u het hardst tegenop? Ik kijk er nergens tegenop eigenlijk. Ik doe heel graag om politiek. Ik doe dat met hart en ziel. Ik geloof heel erg in een mooie toekomst voor mijn kinderen, voor de kinderen van de mensen die rondom mij wonen, voor heel Vlaanderen. Ook onze kleinkinderen moeten een goede toekomst gegeven worden. En ik vind het heel erg dat het de verkeerde kant op gaat. Zeker qua integratie in een grootstad zoals ik heb, waar ik woon in Antwerpen, daar heb ik heel veel last van. De normvervaging die er is, de stijgende criminaliteit die ermee gepaard gaat, de balkanisering. Eigenlijk nieuwe normen en waarden die geïmporteerd zijn met de massa-immigratie. En daar ben ik niet zo hoopvol over gestemd. Maar hier in het Vlaams parlement wordt de integratie, het integratiebeleid gestalte gegeven. Dus hier kan ik daar zeker mijn stempel op proberen te drukken. Dat lukt ook vanuit de oppositie. Men moet daarvoor niet in de meerderheid zijn. Dat heb ik bewezen met het burkaverbod. Als ik in 2003 verkozen werd, het eerste wat ik gedaan heb, is het ontwerp gemaakt, een wetsontwerp voor het burkaverbod in te voeren. Dat is een symbolisch dossier om aan te tonen dat er wel degelijk iets moet gebeuren tegen de islamisering waar vrouwen het eerste slachtoffer van zullen worden. Wel, dat burkaverbod is overgenomen, dus iemand vanuit de oppositie heeft wel degelijk invloed en kan wel degelijk wetten laten stemmen. Dat is nu één voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen. Het fileprobleem in Antwerpen is ook iets, een bevoegdheid, mobiliteit, de Vlaamse mobiliteit hier waar ik aan kan werken. En waar ik dan ook de sturing kan geven. Vanuit mijn achtergrond als gemeenteraadslid en inwoner van Antwerpen kan ik hier de sturing geven die nodig is in het beleid in Vlaanderen. Want Antwerpen heeft een sleutelrol in het oplossen van die fileproblemen. En daar zie ik allemaal naar uit. Politiek kan soms een harde stiel zijn met kritiek en persoonlijke aanvallen. Bent u daar als persoon voldoende tegen opgewassen? Ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik durf dat zelf ook op de man of op de vrouw spelen. Men mag dat ook
doen wat mijn persoon betreft. Ik ben dat gewoon. Ik was in 1991 verkozen tot Miss België. Men wordt dan in de media geworpen en het is zwemmen of verzuipen, zo simpel is het. Dus ik ben dat heel lang, van als ik 18 jaar was, gewoon geweest. Daarom is de stap naar politiek ook zo eenvoudig te zetten geweest voor mij. Mijn privéleven scherm ik af. Ik scherm mijn kinderen af, mijn echtgenoot en mijn huisgezin eigenlijk. Ik vind dat we daar als politici ook recht op hebben. Je ziet meer en meer de tendens dat er politici zijn die daar wel op ingaan, op de vraag van de media. Het is een soort van ver-Amerikanisering, waar men graag een inkijk heeft in het leven van een politicus. Waarbij je, dat je ziet in Amerika dat de presidentskandidaat met zijn vrouw op podium komt en die ook mee in de campagne moet. Dat vind ik te vergaande, daar sta ik niet achter. Dus ik pas dat in mijn eigen leven niet toe. Anderen die dat wel willen doen, ja, voor mij mag dat. Ik heb er allemaal geen probleem mee. Ik ben daar heel eigenlijk... vrijheid, blijheid, voor mij geen probleem. En als men dat hard speelt, dan kan ik gerust de slagen incasseren, maar ik slaag ook terug. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Persoonlijk wil ik dat onze fractie op de kaart gezet wordt. Vlaams Belang heeft een nieuwe weg af te leggen. Wij zijn heel eind gegaan. Wij waren op een gegeven moment de grootste partij. Wij zijn terug afgekalfd en wij weten hoe dat moet. Vanuit het niets eigenlijk, in 1978 zijn we vanuit het niets begonnen, een opbouw gekend. Wel, die opbouw kan nu met veel meer wijsheid dan toen gebeuren. En ik denk dat daar een mooie rol voor mij weggelegd is. En ik zie dat volledig zitten om de standpunten die eigenlijk niet zo gek veel gewijzigd zijn. Onze standpunten zijn natuurlijk aangepast aan de maatschappelijke evolutie, maar standpunten die toch principes benadrukken, die hetzelfde zijn gebleven, om die principes toch duidelijk te maken aan de bevolking. En ook duidelijk te maken aan de bevolking dat bijvoorbeeld het cordon sanitair waar men altijd over spreekt, en de reden waarom wij nu zo weinig stemmen zouden hebben, één van de redenen, dat wij die sleutel niet in handen hebben, dat de sleutel voor het cordon sanitair niet aan de binnenkant van de deur zit, niet bij ons is, maar aan de buitenkant. En dan wil ik toch eens benieuwd hoe dat de kiezers, maar ook mensen die vroeger bij onze partij waren, die in dat cordon sanitair gezeten hebben, die nu bij de N-VA zijn of bij andere partijen, hoe die gaan reageren op dat cordon sanitair en het handhaven ook door andere partijen en onder andere de N-VA van dat cordon sanitair, wetende dat zij dus de sleutel in handen hebben om dat open te doen, dat cordon. Ik denk dat dat toch wel een heel interessante vooruitzicht zijn om te zien hoe men daarop gaat reageren en hoe wij ons kunnen herpositioneren. Op welke dossiers wil u zich toeleggen en waarom? Wel, ik hecht heel veel belang aan het vertegenwoordigen van Antwerpen. Ik woon in Antwerpen, ik kom op in de provincie Antwerpen. Van in de Kempen tot Antwerpen stad probeer ik zoveel mogelijk in te zetten en te doen voor de mensen die daar wonen. Antwerpen is trouwens een wereldhaven, een motor van de Vlaamse economie ook. En van daaruit kan er heel veel gebeuren voor het gans Vlaanderen, denk ik. En dus alles wat ik hier als dossier zal mij mee moeien eigenlijk, zal vanuit het Antwerpse perspectief gebeuren. Ik vind dat heel belangrijk. Ik vind de lokale verankering van politici belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat er een lokale toets gegeven wordt aan een beleid dat dan over gans Vlaanderen gevoerd wordt. En dat vergeet men dikwijls wel eens. Politici worden verkozen in hun eigen steden en provincie. Plots zijn zij in Brussel en dan is men vergeten van waar men komt. Wel, ik zal dat nooit vergeten. Ik kom gewoon van Antwerpen, het zuid van Antwerpen. Ik zal nooit vergeten voor die mensen op te komen. Voor daar de autochtone bevolking, ook de ouderen, maar ook de jonge gezinnen die het moeilijk hebben. De gezinnen die heel lang in de file staan om te gaan werken, om te gaan winkelen en daardoor heel veel kwaliteit missen, bijvoorbeeld zulke dingen, fileproblemen, om maar te zeggen, onderwijsproblemen die hier in Antwerpen zijn, tekort aan onderwijs, tekort aan scholen, geen vrije schoolkeuze meer, maar alles vanuit een Antwerps perspectief. Hoeveel tijd denkt u te spenderen aan uw job als Vlaams parlementslid? Wel, ik heb geen andere professionele bezigheid buiten fulltime moeder zijn. Dat is dag en nacht. Ik doe dat heel graag, maar ik maak tijd genoeg daarvoor. En ik ga eigenlijk mijn volledige carrière en tijd wijd ik aan politiek. Ik was vroeger advocaat, fiscalist, internationaal fiscaal recht. Ik heb dat opgegeven in 2007, om dan in 2008 mijn zoontje te hebben. En het is mij dat waard geweest. Ik dacht daarna nog om terug advocaat te worden. Maar ik kan meer doen met politiek voor mensen in het algemeen dan als ik als advocaat dossier per dossier kan oplossen. Wat ik ook graag deed, misschien komt dat er ooit nog wel eens van, maar nu doe ik alleen aan politiek om mensen op die manier te helpen. Waarop mag de kiezer u afrekenen?
op het algemeen. Men mag mij afrekenen op gelijk wat men kan verzinnen. Geen enkel probleem. Men mag kiezen. Men is vrij om te kiezen terug bij de volgende verkiezingen waar men op afrekent. Dat kan heel uiteenlopend zijn. Als ik op markten kom of onder mensen kom, dan zegt men de meest verscheiden dingen. Of je veel tussenkomt, of je iets gerealiseerd hebt. Allerlei dingen. Het is mij allemaal eender. Ze mogen mij op alle vlakken afrekenen. Ik ben het waard, denk ik. En ik ga er ook heel hard voor werken om volgende keer meer stemmen te behalen dan bij deze verkiezing. En dat zal op alle vlakken zijn. Men mag het zo gek mogelijk bedenken, maar ik doe op alle vlakken mijn best. Wanneer zal uw periode als Vlaams parlementslid voor u persoonlijk geslaagd zijn? Persoonlijk zou die geslaagd zijn als ik vanuit de oppositie mijn stempel kan drukken. Bijvoorbeeld in de Senaat heb ik dat kunnen doen, zoals ik al het voorbeeld gaf, het burkaverbod, maar er zijn nog vele andere voorbeelden. En ook hier op de Vlaamse materies. Ik zei het al, onderwijs is heel belangrijk. Daar worden de jongeren opgeleid, daar ligt de toekomst. De jongeren zijn de toekomst van een land. Dat is heel belangrijk. Als ik daar mijn stempel zou kunnen drukken, maar ook bijvoorbeeld qua integratie, de omgeving waarin men moet opgroeien, is heel belangrijk, zeker in een stad zoals Antwerpen. En het fileprobleem, dat zijn zo de drie grote dossiers. Als ik daar een richting in kan mee aangeven vanuit de oppositie, wat mogelijk is volgens mij, want het is al bewezen in het verleden dat de Vlaamse Belang wel degelijk op de agenda weegt en soms de traditionele partijen zwaarder in een bepaalde richting kan duwen en laten uitgaan, dat ook beleid gerealiseerd wordt op aangeven van ons, wel dan zal ik heel gelukkig zijn.